In Brussel ligt dus een cumulverbod op tafel, waardoor burgemeesters en schepenen niet langer parlementslid kunnen zijn. Maar Brussel is Brussel natuurlijk en dan moet zo'n regeling een meerderheid halen in de twee taalgroepen. Aan Franstalige kant is dat gelukt, aan Nederlandstalige kant is dat niet gelukt. Er is nu een afkoelingsperiode van 30 dagen en dan hoeft die dubbele meerderheid niet langer. En nu roept het Vlaams parlement een belangenconflict in. Onder impuls van Karel van Lauwe van de N-VA, hij is mijn gast. Dag meneer Van Lauwe. Waarom die zet? Heel kort samengevat. Maar wij denken dat de decumulregeling die men in Brussel wil doorvoeren, absoluut de meerderheid nodig heeft langs Nederlands en Franstalige kant. En wij hebben dit belangenconflict ingeroepen omdat we hebben gezien dat aan de Nederlandstalige kant er absoluut geen meerderheid is. Dus er is slechts een kleine groep van parlementsleden aan de Vlaamse kant die dit cumulverbod steunt. Ja. En er zijn speciale regels in Brussel. Je moet de meerderheid hebben langs beide taalgroepen. Maar dan is het ook evident dat dat gerespecteerd wordt en eigenlijk is dus de regeling verworpen. Ja. Maar dat is natuurlijk nog iets anders. Het debat over de decumul, dat willen wij zeker voeren, ook hier in het Vlaams parlement. Maar wij weten dat er in Brussel natuurlijk heel wat problemen zijn. We hebben dat gezien, de schandalen met burgemeester. Ja, maar daar wil ik het over hebben. Hè. Want het ging de hele tijd ook vandaag in het Vlaams parlement over die regeling zelf en de manier waarop die nu wordt doorgedrukt of niet wordt doorgedrukt. Maar goed, je zou kunnen zeggen, laat ons het debat dan maar eens voeren over deugdelijk bestuur, over cumuleren. Is dat een goede zaak? Is dat geen goede zaak? Want had uw partij in het Brusselse parlement meegestemd en er was een meerderheid geweest, dan hadden we vandaag dit gesprek niet moeten voeren natuurlijk. Hè? Maar natuurlijk vinden wij in de eerste plaats dat het Brusselse parlement niet moet bepalen met welke mandaten er kan of niet gecumuleerd kan worden. Men wil in het Brussels parlement eigenlijk haar autonomie, haar bevoegdheden overschrijden, door ook te zeggen, er is een cumulverbod van lokaal mandataris, burgemeester en schepen met bijvoorbeeld Brussels parlementslid, maar ook Vlaams parlementslid, Kamerlid, Europees parlementslid. Dus men gaat eigenlijk haar bevoegdheid te buiten. Hoor ik u nu zeggen, had men zich beperkt tot het Brussels parlement in combinatie met een schepenambt of een burgemeesterambt, dan was het goed? Maar dat was een totaal ander debat geweest. Natuurlijk komt het er voor ons op neer dat ook de Vlamingen, wij zijn een kleine groep in Brussel, wij als Brusselse Vlamingen, wij willen ook vertegenwoordigd zijn op het lokale vlak. En er is ook de gegarandeerde vertegenwoordiging in het Brussels parlement. Wij denken dat om de problemen aan te pakken in Brussel, dat je moet sleutelen aan de structuren in Brussel. Dat wil zeggen, eigenlijk zijn er in Brussel veel te veel mandatarissen. Wanneer je dat cumulverbod gaat invoeren, dan ga je erop neer, ga je eigenlijk nog bijkomende politici in Brussel creëren. En wij denken, je gaat meer volk nodig hebben, maar het aantal postjes, dat blijft hetzelfde natuurlijk. Hè? Ja, het aantal postjes blijft hetzelfde, maar je gaat uiteindelijk meer politici krijgen. Nu zitten we al aan een duizendtal politici in Brussel, gaande van schepenen en parlementsleden. En met dat decumulregeling, met dat cumulverbod, gaan we er eigenlijk nog bij creëren. Ja, ik wil daar toch even op doorgaan, want heel veel discussies over Brussel eindigen heel vaak bij de vaststelling, die gemeenten en dat gewest, dat werkt niet. Dat parlement zit vol burgemeesters en schepenen die elk hun eigen territorium bewaken en dat blokkeert de werking van het gewest, van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Maar dat gaat de decumul gaat dat probleem niet oplossen. Dan moet je dus echt sleutelen aan de structuur. Zou het gewest niet sterker kunnen ageren dan? Je moet eigenlijk gaan naar een stadsgewest. Je mag misschien bepaalde structuren behouden. Je moet die gemeenten wat ons betreft fusioneren, die politiezones fusioneren. Je moet bevoegdheden overhevelen. Maar nu stel je inderdaad vast dat men vanuit de Brusselse gemeente blokkages doet ten aanzien van het gewest. En ook omgekeerd. Wij zeggen soms, in Brussel werkt toch een derde. Toch wel omdat daar dan dezelfde mensen zitten, niet? Maar wij gaan ervan uit dat eigenlijk in Brussel een derde van de instellingen goed werkt, een derde van de instellingen slecht werkt en een derde van de instellingen tegenwerkt. Dus je moet eigenlijk de hele structuur in Brussel. Ja. Maar ik wil nog eens terugkomen. De essentie van het debat vandaag was, je moet een meerderheid hebben in langs de Vlaamse taalgroep, langs de Franstalige taalgroep. Maar dat is niet gelukt. En dat hè? Was niet gelukt. Okay. En dan is eigenlijk het einde van het verhaal. Maar men probeert dat nu te omzeilen met eigenlijk de spelregels wat wijzigen. Ja. Hetgeen inderdaad in de wet staat, waardoor er slechts een derde akkoord moet gaan. Ja. En dat hebben wij met dit belangenconflict tegengehouden. Eén vraagje nog. U heeft daar op de steun moeten rekenen van het Vlaams Belang. Voelt dat lekker?
Maar kijk, het Vlaams Belang, ik ben verantwoordelijk voor mijn partij. Ik ben verantwoordelijk voor mijn partij en voor de coalitie. En ik stel vast dat het Vlaams Belang ook die mening toegedaan is. Wel, we zijn aan onze meerderheid geraakt. Het gaat erover dat wij de belangen van de Brussel... Voelt het lekker dat het met hen gebeurt? Ik ben verantwoordelijk voor mijn partij, voor mijn programma. En dat wil ik uitvoeren. We zitten in een coalitie, we zitten met afspraken. En daarvoor gaan we. Af en toe zie je inderdaad dat er andere steunen van deze of deze kant. En dan moet dat is de realiteit. Oké, bedankt in elk geval voor dit gesprek. Blijf bij ons, dames en heren. We laten zo meteen ook nog Joris van den Broeke van de SPA aan het woord.